elektrisch. De eigenschap van dit apparaat is dat het dus een stand in de ruimte bewaart. Nou vlieg ik dus vanaf Nederland vlieg ik naar Australië. En hier staat, ik moet even kijken van de lood echt op het midden of zo, staat mijn gyroscoop. Mijn kunstmatige horizon staat zo. En dan zet ik hier even BL, blauw. Dan zet ik hier even bruin. Want bruin is de kant van de grond en blauw is de kant van de lucht. Dit ding behoudt zijn stand in de ruimte. Dus ik vlieg zo en dan sta ik hier in Australië. En dan is, want dit ding behoudt zijn stand, dus dit blijft blauw en dit blijft bruin. Het is niet zo dat we opeens een omklappen de verkeerde kant op. En dit was voor mij dat ik dacht, oh man. Waarom heb ik dat nooit eerder gezien na 25 jaar in de cockpit? Dus zo geïndoctrineerd zijn we dus allemaal. Ze is nog van ons gekomen. Ja, het is toch, het is ook gewoon heel vervelend. Het is gewoon heel vervelend. Dat je daar al die jaren naar hebt gekeken en dat het kwartje nooit is gevallen. En ook zeg maar toen ik eenmaal wist dat de aarde plat is, dat je naar buiten kijkt en dat je denkt, waarom heb ik nooit gezien hoe plat het eigenlijk is? Mindblown nu, maar goed. Ja, dus hiermee, kijk, als ik nu zeg maar land hier met mijn vliegtuig, dan zou opeens blauw beneden staan. Nou, zo kan ik dan vliegen. Ik kan nog niet mijn vliegtuig landen in het blauw hoor. Dat gaat niet lukken. Dus de, en hier zijn heel veel goede filmpjes over op YouTube trouwens. Nou, dat is eigenlijk wel een analoog apparaat. Dit is een mechanisch apparaat. Ja, ik dacht, kijk, als je dat in lagers, met lagers, dan weet je eigenlijk meteen dat het dit is. Ja. Dus het spijt me, maar ja, ik kan niks anders van maken. Maar dit is voor mij bewijs genoeg. Bovendien, als je zeg maar hier de grond hebt en hier de lucht, en je gaat hier met een bepaalde snelheid, zeg maar, beweegt de atmosfeer zogenaamd mee met de aarde, dan zou die hier dus sneller moeten gaan. Anders heb je hier, moet wel mee gaan draaien. Dus zij zou niet vanaf 10 kilometer hoger de ground speed moeten kunnen mee. Nou, mag ik daar nog wat over? Er zou een gradiënt moeten zijn. En dat is er gewoon. Nee, zou komt in de data over filmpjes op YouTube die dat laten zien. Aan de andere kant, het is ook bekend dat die gyroscoop juist zichzelf de hele tijd opricht. Ja. Oh ja? Het is dus nodig om hem elke keer toch weer in dezelfde stand te houden. Oh, nee. Ik heb het nog nooit gedaan. Dat doet hij zelf. Nee, dat doet je gyroscoop. Oh. Nee. Nou, dat is mij niet. Je moet het heel goed op pendulous face. Ja, pendulous face. Ja. Dat is voor versnelling. Die correctie is nodig. Ja, voor als wij versnellen. Anders zou je inderdaad weer krijgen. Als we versnellen tijdens de take-off, ja. Maar dat heeft helemaal niets te maken met de gravity. Want dat zou betekenen dat als ik in een holding hang en de hele tijd een passagiersvliegtuig doen wat meer wat fysiek comfortabeler, zodra je 60 graden bocht aandraait, heb je twee keer een zwaartekracht. Zo voelt dat dan, hè? Dus je wordt twee keer zo zwaar. Dus als dat ding, als wat u zegt, die pendulum swings, zouden werken op zwaartekracht, wat ze niet doen, dan zou ik nooit een holding kunnen draaien. Op luchtstroom. Niet zozeer op zwaartekracht. Oké, maar jullie bol. Ja, sorry dat ik even zeg jullie. Want ik ben er nu wel echt een keer klaar mee. Dat doe je nog. Laten we zeggen, de loopstickers, de balplakkers. Dan zijn jullie zeker de bolontkenners. Nee, wij hebben gewoon ontdekt dat het niet zo is. Het heeft niks met ontkennen te maken. Het is gewoon feiten. Het zijn gewoon feiten. Als ik woon in Lelystad. Als ik vanaf Lelystad naar Enkhuizen rijd, dat is ongeveer 35 kilometer. Ik kan verdomme gewoon de overkant zien. Dat had 80 meter. Had ik niet moeten kunnen zien. Het moet onder de bol zijn. Dus er is geen curve. Eén vraag, je kunt er ook niet landen met die 1600 km per uur. Dan zou je er nooit kunnen landen, toch? Nee, dat ook nog. Kijk, als je bijvoorbeeld kijkt naar Brian Mullen. Ik weet niet of zijn YouTube filmpjes nog online staan.
Maar hij is echt geniaal met al die berekeningen en zo. Dat ben ik helemaal niet kan zien. Maar dat maakt niet uit. Dit is mijn verhaal. Brian Mullen legt heel goed uit, zeg maar, dus als je een bepaalde snelheid hebt waarmee je dan, zeg maar, de lucht ingaat. En stel dat dat op de evenaar is, hoe raak jij die 1600 km per uur kwijt die in jouw vliegtuig zit? Snap je? En als je daarna, zeg maar, naar, wat is het, naar Zweden of zo vliegt, waar gaat die 1600 km per uur waarmee jij bent begonnen, zeg maar? Sideways. Ja, ik begin hier even in. Ik wil nog een paar andere vragen.